Oei, wacht. Er zit iets op mijn kop. Hallo, ik ben Linda. En dit is mijn koersfiets. Ik heb die onlangs opgegraven in mijn rommelkot. Hallo, beauty. Want mijn ongetrainde lichaam en ik rijden deze week de Ronde van Vlaanderen. In 5 dagen van de start in Antwerpen naar de finish in Oudenaarde. De koerskoord stijgt en ik wil die voelen. Ik ga dus fietsen. Karel van Nieuwkerke die vond dat een iets te flauw plan. Je gaat elke dag zo 50, 55 kilometer fietsen of wat? Zijn een beetje lui geworden? Dus die geeft mij elke etappe een nieuwe challenge. Voor mij en mijn knecht. Want elke dag kies ik een andere toffe helper om de hellingen mee te bedwingen. En vandaag is dat Stefanie Plankaert. Boss lady en ook wel de dochter van Eddy Plankaert. De man die de ronde won in... 88? Ja, denk ik. Bij geboortejaar, hè? Ja. 88? Ja, ja. Stefanie, er wacht ons een zware dag vandaag. Een redelijk zware etappe van hoeveel kilometer? Wat? Bijna 80? Dat is niet waar. Wij gaan vandaag niet alleen kilometers rijden. Wij krijgen ook een challenge van de wielerautoriteit van Vlaanderen zelf, Karel van Nieuwkerke. Hier is ze. Dag Stefanie en Linde, hier ben ik weer. Jullie rijden vandaag de Vlaamse Ardennen binnen. En in Gerardsbergen hebben ze naar verluid de beste matte taarten van het land. Maar is dat waar? Ik daag jullie uit om op zoek te gaan naar de beste matte taart die daar ergens in de Vlaamse Ardennen te vinden is. En vooral, breng ze mee. Ah ja. Breng ze mee. Ja. Ik eet dat wel heel graag. Gelust ze? Oh, niet normaal. Dat is al een goed begin. Ja. Stefanie, ik ben super blij dat jij mee komt fietsen vandaag. Ik was wel verbaasd over die elektrische fiets. Ik dacht de dochter van een coureur. Dat is erg eigenlijk. Ik heb zelfs geen koersfiets of gewone fiets. Dit is een fiets. Komt van bij mijn ouders. Ik ben die gisteren gaan ophalen. Het is schandalig op zich. Ja. Dus die microbe die heeft u niet te pakken? Nee, helemaal niet. Nee, ik kan heel goed een coureur verzorgen. Ik kan heel goed eten maken voor coureur. Ik hou van de koers op zich. Maar het fietsen zelf, dat hoeft niet. Nee, dat is niet nodig. Nee. Dus, laat het aan anderen over. Jij doet dat heel goed, Linde. Even stoppen op de mat. Ja, leuk. Zeg. Amai, dat ruikt hier goed. Hamburgers, frieten, koersgeur. Het lijkt mij wel de ideale plek om eens te kijken voor onze challenge. Hè. Zou je het hier op de markt vinden? Ja, ik weet dat niet. We zijn ook nog maar in Leden natuurlijk. Ja, meneer, we zoeken matte taarten. Daar ook. Of daar. Ah, we hebben keus. Ja. Wat zijn de beste? Dat mag ik niet zeggen. Geen verklaringen. Dan weet ik uit wat de beste matte taarten zijn. De beste zijn de goeie. Die zijn heel goed. En hier achter de hoek van de kerk ook. Ah, bij Dina van Gerardsbergen. Ja, we moeten vergelijken met Skina. We zullen hier beginnen. Heeft u matte taarten? Dat meen je niet, ze zijn volledig uitverkocht. Matte taarten wel, ja. Oh, echt waar? Lap. Mensen zijn wel redelijk enthousiast over de genaamde Dina. Daar is ze. Ah, daar. Oh nee, het is de koningin. Dina. Koningin van de Gerardsbergse matte taarten. Amai, het staat een hele rij. Nee, wat gaat die pakken? Pak niet de matte taart. Pak ze dan. Oh, nee, sorry. Maar dus daarnet lag het hier nog vol matte taarten. En nu zijn die allemaal weg. Er is alleen nog één grote dikke. Oké. Dan hopen we dat niemand ons te slim af is, want er zijn nog 2 mensen voor ons. Bent u Dina? Ik ben Dina. Dat is Dina. Aangename kennismaking. Ja. Het schijnt ook je de beste matte taarten van Gerardsbergen. Of van het land, hè, ineens. Ja. We hebben alleen pech. De kleine zijn al allemaal op, zien we. Maar hoe groter dat ze zijn, hoe fijner, hoe natter, hoe beter dat voelt. Dan gaan we los voor de grote matte taart gaan. Parcours passeert niet in Gerardsbergen, maar zo is Gerardsbergen er toch een beetje bij. Salut hè! Matte taart 1, check. Even zeggen, ik rijd volledig manueel. Stefanie elektrisch. Die blijft wel... op afstand, hè. Haltert verwelkomt de ronde. Dat is super sympathiek. En op een of andere manier heb ik het gevoel dat dat ook aan ons adres is. Bedankt, Haltert. Superleuk. In Herzelen zijn ze ook zot van de koers, Stefanie.
heeft Herzelen Bakkers. Oh, voilà. Belegde broodjes, chocolade, charcuterie, broodgebak, matte taarten. Oei, wacht. Er zit iets op je kop. Het staat er al zeker. Amai. De matte taarten hebben gewoon mijn eigen toon hier. Oh. Prachtig. Is dat een speciaal recept? Wat maakt het zo bijzonder? Ah, dat is een geheim, natuurlijk. Okay. Dat is heel slim. Oei, er is veel niet meer over. Hallo. Hallo. We zijn nog op zoek naar matte taarten. Ze zijn weg, joh. Dat meen je niet. Zelfs niet één. Oké. Ik had een bad hair day gesproken. Het was een goede dag. Maar er rest ons nog één belangrijke taak. En dat is matte taarten proeven. Dat is de wijze les die we nu hebben geleerd. Als je in de Vlaamse Ardennen matte taarten zoekt, op tijd opstaan. Direct starten. Ik zie direct al dat ze niet droog gaan zijn. Wat? Amai. Maar kom, herzelen. Normaal. Waar ben ik gebleven in mijn leven? Allee, jong. Matte taart nummer 2. Oh my god. Dit is jouw hapje. Ik ga dat brengen, want jij moet naar het oude contact. Hè? Ga over de kobbels, ga ik naar Karel en dan breng ik hem zijn matte taart. Ik vond het zo leuk. Ik laat u hier achter met een stukje. Ik neem mijn fruit. Groetjes, geniet er nog van. Doei. Dit is de Lippenhovenstraat. En daar is de eerste kasseistrook die we gaan doen. De supporter! We naderen de Oude Quaremond. Karel van Nieuwkerken heeft hier vanavond zijn show, Vive Velo. Maar ik denk dat dat allemaal nog beter gaat lukken als hij eerst een klein matte taartje steekt. Hier is vanavond de uitzending, maar waar is Karel? Linda, heb je geen matte taart meer? Amai, maar niet zomaar één. Dit is een matte taart van de koningin, Dina, koningin van de Gerardbergse matte taarten. En de beste zijn toch in de Gerardbergse. Ze stond op de markt in Leiden, dus dit is correct. Maar dat is goed. Dat is niet normaal, hè? Ik kan dat niet helemaal opeten nu. Nu een stukje en vanavond na de uitzending nog een stukje, maar we zijn heerlijk. Kijk hoe. Merci, hè. Ik wacht op je volgende challenge morgen. Ja. Morgen wordt een zware dag. Ga maar slapen, hè. Ja. Slapen. Ja, hè? Ga ik doen. Allee, tot morgen, hè. Tot morgen, hè. Doei. Tada.